Goedenavond dames en heren en welkom aan boord van vlucht DAK 1805 van Harmony Airways. We willen de vlucht zo veilig en comfortabel mogelijk laten verlopen, dus voor we vertrekken zullen we een korte veiligheidspresentatie houden. Deze informatie kan u helpen in het geval van nood. Het is belangrijk om hierbij zeer aandachtig te zijn. Zorg ervoor dat uw bagage veilig opgeborgen is onder de stoel voor u. Alle ramen moeten vrijgemaakt worden. Deze maatregelen zijn nodig indien iemand zich gelukkig voelt om een brandstof te passeren. Mobiele telefoons en andere elektronische apparaten dienen uitgeschakeld te worden. Indien onze muzikanten nogal luid kunnen spelen, kan dit geen turbulentie veroorzaken. In dat geval raden wij u aan de gordel stevig vast te maken. Dit kan u doen door uw talentip in de gesp te klikken. Trek nu de hoed stevig aan. Degenen die willen dansen kunnen de riem losmaken door het klepje van de gesp omhoog te trekken. Roken is niet toegestaan tijdens deze vlucht. Indien u zich aan de nooduitgang bevindt, lees dan aandachtig de verantwoordelijkheden die u hebt om andere passagiers veilig te evacueren. Er bevinden zich verschillende nooduitgangen op dit vliegtuig. Alle uitgangen zijn duidelijk aangegeven met het exit-teken. Neem gerust de tijd om de dichtstbijzijnde exit te lokaliseren. En denk eraan. Deze kan zich ook achter u vinden. Nu, voor we opstijgen, controleer nog even of uw stoel rechtop staat en het tafeltje opgeborgen is. Als het personeel nogmaals door de cabine loopt voor een laatste controle, aarzel dan niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft. Geef u nu de safety informatie wat door te nemen dat op uw stoel ligt. Daarop vindt u ook het programma voor deze avond. Namens uw boordcommandant Nicky van den Terwegen, het personeel van Harmony Airways en de leden van de Harmony Trouw en Kunst Moerbeke Aterbeke willen we u bedanken voor uw aandacht. Maak het uzelf comfortabel, relax en geniet van de vlucht. Onze piloot heeft er zin in vandaag en vliegt ons willekeurig de wereld rond. We steken van wal in Nederland. Nee, we gaan het niet over de walletjes hebben, maar over het Nederlandse exportproduct bij uitstek, de tulp. Tulpen komen oorspronkelijk uit het Ottomaanse Rijk, tegenwoordig beter bekend als Turkije. Ze werden in de 16e eeuw geïmporteerd naar Nederland. Tijdens de Gouden Eeuw won deze elegante en kleurrijke bloem steeds meer aan belang, tot ze halverwege de 17e eeuw zelfs zo populair werd dat ze zorgde voor de eerste economische, lukt wel, de tulpenmanie. De grootste en waarschijnlijk ook een van de mooiste bloementuinen ter wereld, Keukenhof, is een ideale keuze voor een lentewandeling. De tulpenvelden zijn een streling voor het oog. Menig fotograaf maakt dan ook dankbaar gebruik van het prachtige decor voor de meest schitterende foto's. De Koninklijke Harmonie Trouw aan Kunst brengt u tulpen aus Amsterdam. De boordcommandant van dienst is Nicky van den Herwegen.
Van Schiphol vertrekken we meteen naar Hongarije, waar we de hoofdstad Budapest bezoeken. Dat doen we op de tonen van Hungarian Dance No. 5 van de componist Johannes Brahms. Brahms' oeuvre is zeer omvangrijk. Hij schreef symfonieën, pianoconcerto's, talloze liederen en kamermuziek. Brahms, die eigenlijk de Duitse nationaliteit bezat, componeerde 21 Hongaarse dansen, oorspronkelijk bestemd voor quatre mains op piano. Opvallend is dat slechts een drietal dansen eigen composities zijn. De melodieën van de andere 18 dansen zijn bewerkingen van bestaande melodieën. Aangenomen wordt dat hij zich baseerde op volksliederen van Hongaarse zigeuners, die Brahms leerde kennen door de violist Edvard Migny. De Hongaarse dansen behoren tot zijn bekendste werken en Brahms heeft er in elk geval goed aan verdiend. De vijfde dans, diegene die wij vanavond voor u brengen, is de meest gekende en werd onder andere gebruikt in de film The Great Dictator van Charlie Chaplin tijdens een scène in een kapperszaak. Hungarian Dance No. 5. Thank you.
Onze piloot heeft zin om eens wat meer afstand te overbruggen en zet koers richting Kaap de Goede Hoop. We zetten voet aan de grond in Cape Town in Zuid-Afrika en trekken meteen de natuurparken in om te genieten van de wilde dieren en het unieke landschap. Ondertussen luisteren we naar African Symphony. Van Allen Clinton McCoy was een zwarte Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. Hij is vooral bekend van zijn hits The Hustle en Soul Cha-Cha. Hij stierf op de zeer jonge leeftijd van 39 jaar, maar had al heel wat muziek op zijn naam. In de Hafabra-wereld is McCoy vooral bekend door zijn compositie African Symphony. U hoort de bewerking door de Japanse componist-arrangeur Naohiro Iwai, African Symphony. Thank you.
deze unieke ervaring met onze piloot de Atlantische Oceaan over helemaal richting Kaap Hoorn. Kaap Hoorn is het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, gelegen op het Chileense eiland Isla Hormos. Naar verluidt ontdekte Sir Francis Drake de Kaap al in 1578. De Nederlander Willem Cornelis Schouten was de eerste die eromheen voer. In 1616 was dat. Laatstgenoemde gaf de Kaap de naam van zijn Nederlandse geboorteplaats. Voor Kaap Hoorn is er geen continentale plaat die de stromingen afzwakt. De winden die rond Antarctica cirkelen kunnen er stormen veroorzaken met golven die meer dan 20 meter hoog worden en dat gemiddeld zo'n 200 dagen per jaar. Naar schatting zijn in de loop der tijd meer dan 800 schepen met in totaal 10.000 man aan boord door de ijzig koude golven verzwolgen tijdens pogingen om rond de Kaap te varen. Het volgende stuk, Cape Horn, werd in 2007 gecomponeerd door Otto M. Schwartz, die naast een aantal indrukwekkende stukken voor harmonieorkest ook mooie filmmuziek op zijn palmares heeft. Tim van Gijzeghem neemt de solo op zich. Fasten your seatbelts and enjoy. Thank you.
Nu zetten we koers naar Noord-Amerika richting de Big Apple in New York. Er zijn meerdere muziekstukken die de naam New York dragen, maar de allerbekendste is toch de hit van Frank Sinatra. Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt niet alleen in termen van kracht en charisma beschreven, maar ook van nostalgie en tederheid. Sinatra wordt daarom ook wel The Voice genoemd. Hij heeft talloze wereldberoemde nummers op zijn naam staan, zoals Strangers in the Night, My Way en dus ook New York, New York. Zijn muzikale carrière verwaterde begin jaren 50, maar net toen stond hij in de spotlights als acteur. Pas later, in de jaren 70, kwam hij opnieuw boven water als zanger. Hij overleed in 1998. De componist van New York, New York is John Harold Kander Jay. Zijn carrière begon ooit op Broadway als pianist voor repeteersessies voor de musical West Side Story, alvorens door te breken als componist van vele musicals en filmmuziek. New York, New York.
maken we de oversteek naar Cuba. Cuba is een van de weinige overgebleven communistische landen ter wereld en heeft een turbulente geschiedenis achter zich. Niet het minst door de charismatische Fidel Castro, die de laatste jaren een meer westerse koers vaarde. Ondertussen heeft zijn broer de touwtjes in handen genomen. Rond de millenniumwisseling beleefde de oudere Cubaanse muziek in Europa een opleving door het project Buena Vista Social Club. Een clubje met ouderlingen veroverde de wereld met de hit Cha-Cha. Het origineel werd reeds gecomponeerd door Compay Segundo in 1987. Adios Habana, het volgende stuk dat we voor u brengen, werd geschreven door Willy Fransen, een Limburger muzikant, dirigent en componist. Hij componeerde een muzikaal reisverslag over Habana Pur Sang, met sfeerbeelden van de couleur locale genietend van een cocktail daiquiri bij een optreden van een liveband in de Buena Vista Social Club. Adios Habana.
naar het zonnige Spanje nu. We strijken neer in Granada, de hoofdstad van de provincie Granada, in de autonome gemeenschap van Andalusië. Deze stad heeft een rijke multiculturele geschiedenis met het Alhambra en andere monumenten, een bruisend studentennachtleven en mogelijkheden om te skiën en wandelen in de nabijgelegen Sierra Nevada. Om het eerste deel van onze vlucht af te sluiten, brengen we Granada. Welke tenor heeft dit lied niet tijdens een of ander concert of recital gezongen? Voor bekende tenoren als Placido Domingo en José Carreras was dit lied sowieso een absolute must. De grootste verdiensten voor deze Spaanse doorbloeier gaan natuurlijk naar de Mexicaanse componist, wiens naam, en let nu goed op, Angel, Agustin, Maria, Carlos, Fausto, Mariano, Del Sagrado, Corazón, Alfonso de Jesus, Laraya Aguirre, Del Pinomas. Hij was een van de bekendste en ook meest productieve componisten die Mexico ooit heeft voortgebracht. Hij was daarnaast ook zanger. Toen Lara in 1970 stierf, liet hij meer dan 600 liedjes na, waarvan er een behoorlijk aantal nog altijd erg populair zijn. Trouwens, in de liefde deed hij het ook niet slechts. Hij trouwde maar liefst 7 keer. Zijn geliefden waren telkens de drijfveren om te componeren. 1 blok testosteron waarschijnlijk, ook al was hij graadmager en niet van de mooiste. Bij de volgende landing maken we tijd voor een tankbeurt. Voordat jullie naar de bar begeven, nog even uw aandacht voor Granada door de Koninklijke Harmonie Trouw aan Kunst onder leiding van Nicky van der Herwegen.
Wordt ons te warm onder de voeten. We begeven ons daarom naar het noorden, naar de ruige Ierse kusten, waar groene golvende heuvels en broeierige pubs ons opwachten. Riverdance is het verhaal van de Ierse cultuur en Ierse immigratie naar Amerika. De dansgroep is beter bekend geraakt door een optreden tijdens de show voor het Eurovisie Songfestival in 1994 in Dublin. De dans wordt gekenmerkt door snelle bewegingen van de benen waarbij het lichaam en armen onbeweeglijk moeten blijven. Michael Flatley, de choreograaf en bezieler achter het ganse project, heeft later ook nog andere Ierse dansshows opgestart. Lord of the Dance, Feet of Flames en Celtic Tiger. Zet jullie schrap voor dit wervelend stukje muziek. Thank you.
De hostessen hebben zin in het Midden-Oosten en verkiezen om Israël aan te doen. Desalniettemin het land in staat van oorlog is, heerst er een onverwacht opwindend uitgaansleven. Vooral de hoofdstad Tel Aviv is rijk aan bars en discotheken. Chabad Lubavitch is een van de grootste chassidische bewegingen ter wereld, een streng orthodoxe stroming binnen het Joodse geloof. De namen Chabad en Lubavitch worden afwisselend gebruikt. Soms één van de twee, soms beide. Het hoofdkwartier van de beweging is gevestigd in de wijk Crown Heights in Brooklyn, waar circa 15.000 volgelingen wonen. In Israël heeft de beweging een eigen dorp, Kfar Chabad, dichtbij de luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv. De hedendaagse componiste Armonia Serrano schreef dit stuk, gebaseerd op een klezmer-volksdans van de Chabad Lubavitch. Klezmer vindt zijn oorsprong in twee oud-Hebreeuwse woorden, klei, werktuig, en zeber, musiceren. Het woord klezmer werd oorspronkelijk in de Joodse cultuur in Oost-Europa gebruikt als aanduiding voor een muzikant die instrumentale bruiloftsmuziek speelde. Dans op de Chabad Chassidim. Thank you.
Van het bruisende Tel Aviv vliegen we ineens door naar de staat Dakota in Noord-Amerika. In deze contreien leefden heel wat indianenstammen. Enkele van die stammen leven nu nog in reservaten. Centraal in deze compositie staan de Dakota of Sioux-Indianen. Componist Jacob de Haan verwerkte in dit vijfdelige stuk een oud-Indiaanse melodie. Daardoor komen de cultuur en geschiedenis van deze stammen sfeervol terug tot leven. The Great Spirit geeft aan dat de cultuur van de Dakota-Indianen verband hield met de aarde en de spirituele wereld. In het tweede deel, Buffalo Hunting, mogen de mannen zich meten tijdens de jacht. Het derde deel, Smoking the Pipe, heeft het over het typische vredesymbool van de Indianen. Wanneer de heilige man de pijp rookte, was hij één met de Great Spirit. Het vierde deel, de Ghost Dance, is een religieuze dans. In 1980 vielen soldaten de Ghost Dancers aan op de plaats Wounded Knee. Tot slot brengen we Pilgrims at Wounded Knee, die herinnert aan deze pijnlijke tragedie met vele slachtoffers. De Coda van Jacob de Haan. Thank you.
De Zwitserse accordeonist Kurt Albert improviseerde dit opgewekte stukje volksmuziek. Met de tijd maakte hij de compositie helemaal af en het kreeg de naam Purmerboda Kaffi. De naam van het welbekende stuk komt van de geboorteplaats van zijn moeder. Purmerboda is een van de grootste bergweiden in Zwitserland waar zij opgroeide. Kurt Albert speelde dit melodietje regelmatig en arrangeerde het voor muziekkapel. Ondertussen is het uitgegroeid tot een evergreen. Naar gelang de groepssamenstelling wordt het stuk gebracht op accordeon of sopraansax. Speciaal voor vanavond zullen Arne Mignon en Jacques van der Herrewegen soleren op respectievelijk klarinet en sopraansax. Dames en heren, geef ze een warm applaus. Thank you.
Als voorlaatste stopplaats van deze wereldreis gaan we op bezoek bij onze zuiderburen in Parijs. We bezoeken er het wereldbekende cabaret de Moulin Rouge. De Moulin Rouge is een symbool van het bohemie leven en trekt jaarlijks duizenden toeristen. De vroege jaren van de Moulin Rouge werden gekenmerkt door extravagante shows geïnspireerd door het circus en attracties die nog steeds bekend zijn zoals de Pitoma. De Cancan is een erotische dans waarvan de oorsprong in Algerije ligt. Rond 1830 kwam de Cancan in zwang in Parijs in de Moulin Rouge. Het is een line dance waarbij een aantal vrouwen in een rij naast elkaar staan en tegelijk bewegen op de maat van de muziek. Hierbij tillen ze hun rok op of tillen ze hun been zo hoog in de lucht dat hun blote benen te zien zijn. Dit laatste werd destijds als zeer aanstootgevend beschouwd. Er wordt veel gevarieerd wat betreft de stijl. De meest bekende muzikale versie van de Cancan, die wij ook spelen, komt uit de opera Orfeus in de Onderwereld van Jacques Offenbach. Ik zou zeggen, geniet ervan. Heen en weer vliegen heeft het aantal air miles flink doen oplopen tot meer dan 48.000. De reismaatschappij Harmony Airways biedt u daarom een extra reisje aan naar Japan. We checken opnieuw in voor Tokio deze keer, waar we onze muzikale wereldreis eindigen met de Mars Kodomo no Hi. Dat is, zoals u al zal horen, een heel bijzondere mars gebaseerd op Japanse kinderliedjes. Kodomo no Hi is namelijk een nationale feestdag in Japan, ook wel Children's Day genoemd. Gezinnen bidden voor de gezondheid en het toekomstige succes van hun zonen door karperslingers op te hangen en samurai-poppen aan te kleden. Beiden zijn symbool van kracht, macht en succes in het leven.
We nodigen u daarna van harte uit in onze tax-free zone, waar u kan aangenieten bij een drankje. Voor de laatste keer vanavond de Harmonie Trouw aan Kunst onder leiding van onze boordcommandant Nikki van der Herwegen. Van deze vlucht met Harmony Airways, deze vlucht TAK 1805. Wij hopen dat u een aangename vlucht heeft gehad. Blijf nog rustig zitten in het belang van uw veiligheid. Moet u nog blijven zitten met de gordel vastgeklikt nog tot wanneer het vliegtuig aan de gate stilstaat en tot wanneer de motoren helemaal stil zijn gelegd. Ik zal u zeker en vast graag verwelkomen op een volgende vlucht. Volgende vlucht die plaats heeft 27 juli, dan vliegen wij met een speciale vlucht van de ene trappistabdij naar de andere. Dat is zeker hartelijk welkom. Ik wil u nog onze bemanning voorstellen en ook hartelijk danken. Te beginnen natuurlijk met alle muzikanten. Ze hebben vandaag heel echt
hun best gedaan, heel hard hun beste beentje voorgezet. En ik dank hen dan heel hartelijk voor. Ik vond het wel dat die wel een heel mooi applaus verdienen hebben. En zo'n muzikanten nu. In die groep muzikanten zitten ook een paar mensen die een werkgroep op hebben gestart. Die het concept heeft bedacht voor deze Harmony Airways en die dit concept ook heeft helemaal gerealiseerd. Heel prachtig gedaan trouwens. Ik moet ook de mensen van de techniek bedanken. Guy van Herwegen heeft hier alle materiaal opgesteld en afgeregeld. En ginder achteraan bevinden zich ergens Hanna en Stefanie achter de knoppen die ons vanavond het geluid, het licht en de multimedia hebben bezorgd. Arne gaat nu een mooi broodje afgeven en misschien begeleid ook door een applausje. Hanna en Stefanie, dank je. Dan hadden wij ook nog de cabin crew, zoals ze dat zeggen. Het cabinepersoneel, de aerohostessen, die hier vanavond letterlijk dan hun beste beentje hebben voorgezet. De zes knappe jonge dames, aerohostessen, allemaal vrienden, vriendinnen, beter gezegd, van Arn. Die gaat dus ook nog persoonlijk een broodje afgeven vanavond. Dank u wel, jonge dames. In mijn tijd, ik heb er een keer twee tegelijk gehad, maar zes. En dan natuurlijk, dames en heren, beste medereizigers, onze boordcommandant die ons deze avond veilig begeleid heeft. Een hele mooie, aangename, veilige vlucht, zonder al te veel turbulentie hoop ik. Een heel hartelijk applaus voor onze dirigent Nicky van den Herwegen. Ondertussen zijn aan de gate gekomen met het vliegtuig. De motoren zijn stilgelegd en we kunnen ons straks, nu zelfs, naar de bar van het vliegveld begeven om daar rustig na te keuvelen over onze reis met deze vlucht. Ik stel voor dat we misschien met een beetje achtergrondmuziek het heel gezellig maken. Of het zou moeten zijn dat jullie liever nog een streepje live muziek hebben. Een bijzondere tune hebben. Dan moet ik even vragen aan onze kapitein, hebben wij nog brandstof genoeg om nog een vlucht te doen? Niet te ver dan. Waar gaan we naartoe? Naar Frankrijk, naar de French. Ah, misschien. We hebben daar toch nog die zes aerohostessen. Kunnen misschien ook een beetje. Bent u daarmee akkoord dat ze het beste beetje op dansvloer even mee uitspelen? Ja, dames, kunnen jullie dat voor ons doen? Dames en heren, natuurlijk. Een klein beetje met zijn French stappen. Thank you.